Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Black 2 en Y2 Soul Link van met Sander van Gaming SB, die aan het lachen is omdat hij... Hij viel bijna af. Oh nee. Nice. Maar, Hollandse trots baby, Hollandse trots. Let's go. Kabuurming. Sander, even tussen ons hè. We moeten echt voorzichtig doen. We hebben allebei maar één Pokémon. Voordat we weer nieuwe Pokémon kunnen vangen, duurt dat echt heel lang. Ja, dat is... Dus doe voorzichtig bij de gym. Oké. Oh, we gaan de gym ook doen. What the freak? Oh, baby. I'm not ready for it. Gaan we niet de gym doen? Oh. Help you. Oh ja, zie je? Volgens mij moeten we naar de sewers. Dus dan mogen we nieuwe Pokémon vangen. Huh? Je moet wel eerst eventjes naar de gym toe, Sander. Oh, god. Wat ben ik aan het doen? Ik vergeet even trouwens dat jij mijn screen natuurlijk kan zien. Ja. Oké. Het werkt niet omdat ik ook de headset op heb, denk ik. Mijn headset overop doen lukt ook niet. Daar die ziet bepaalde vormen voor. Je moet eerst naar de gym. Eerst naar de gym, dat zei ze net ook. Dat is compleet vergeten. Nu al. Nice. Ik ben te druk bezig met mijn... Met mijn intro moment. Of nou ja, voor zover je het intro moment zou kunnen noemen. Ja. Ik bedoel, ik hou hem gewoon de hele aflevering op. Ja. Het is zo jammer. Het was zoveel leuker geweest als je niet wist dat ik iets op had. Nou, net zei je al dat het niet op je hoofd past en zo, dus... Ja. Even kijken of ik pokeballs genoeg heb. Ik heb 5 pokeballs, paar premier balls... En 5 great balls, dat is niet veel. Heb ik? Ik vind het zo irritant dat je hier die pokeballs niet in een aparte bag hebt zitten. Het is Gen 5, alles is irritant. Alleen toch heb ik wel heel veel zin in die games. Omdat ik gewoon een beetje het gevoel heb alsof ik een soort van nieuwe games aan het spelen ben. Ja, dat is zeker wel. Nou, ik ga even mijn geld spenderen. Ik denk dat ik de vorige keer gewoon geen money meer had. Had kunnen vangen. Oh ja, die mails hè, die hierin zitten, volgens mij is dat iets niet goed gegaan met dat randomizer, maar dat is op zich niet zo erg. Great. Oh, ik heb bijna geen monies. Heb ik wat om te verkopen dan? Ik kan 1 great ball kopen. Nice. Dire hit. Verkopen. Ik doe het nu ook gewoon zonder reden. Gewoon bij random dingen denk ik gewoon, ja, ik doe het. Ja. Jij weet niet wat, maar... Oeh, Pokédoll. Ja, zou ik die houden? Choice packs goed kunnen? Oh, nee, die houden. Buy it for a high price. Oeh, die Rose Incense krijg ik. Yo, Ball Mushroom, you can buy it for a high price. Oh, nee. No, I can buy that. Fuck je houden. Wat? Kocht hij het niet? Ja, en terwijl in zijn beschrijving staat helemaal, yo, mensen willen dit voor een hele hoge prijs kopen. Nope. Leugens. Luck Incense. Oeh, daar krijg je veel geld voor. Ja. Dus dat ga ik niet doen. Ja, maar dan krijg je toch veel geld voor als je die verkoopt. Ja, maar dan krijg ik ook veel geld voor als ik hem aan een Pokémon geef. Ja, dat is waar. Dus dat is een slechte investering, my guy. Sander, ik ga alvast mijn volgende Pokémon vangen. Als you Rose Incense, die kan ik wel verkopen. Alleen, het is wel kut als we een Grass type hebben. Oh, you is bij je. Dus dan krijg je 2 encounters. Dat is wel nice eigenlijk. Ik ga Rose Incense verkopen in de hoop dat er nooit meer een Grass type tegenkomen. Oké, Wishcash of Carvana? Hé, we hebben geen... dat is niet meer hoe we dat doen. Never mind. Ik wou zeggen, hé, we hebben geen Water type. Maar... Nee, alleen mag jij dus geen Water type... ja, precies. Dat is een ding. Ik ga voor Wishcash, denk ik, hè? Wat is die andere? Carvana, ja, je kan beter een dual typing hebben. En of is Carvana dark? Ja, volgens mij is die ook dark. Of in ieder geval als het Sharpedo. Maar... Ja, ik weet niet. Ik denk oprecht dat het handiger is. Ik denk dat Wishcash een betere Pokémon is. Dus ik zou voor... Dat denk ik ook. Never mind. Sander, ben jij bij de gym geweest? Okay. Because I'm so speedrunnetje. Nou, dat is niet helemaal waar, maar... Blik terug naar onze Mario-serie. Oh!
Oh, how dare you. Daarover gesproken. Ik weet dat je er niet van houdt, maar ik heb wel een trofee. Ik heb wel een trofee overgehouden aan onze... speedrun. Of aan onze versus. Hoezo weet dat jij er niet van houdt, trofeeën? Maar... Nou, ik heb gestuurd via WhatsApping. Ik dacht al, ik krijg nu ook een WhatsApping. Yo, dat is wel ziek. Omdat je gewonnen hebt. Dacht je, yo, ik ga gewoon crazy inloping doen. Dat dacht ik. Dat is wel typisch jou. Yo, wat een haat. Yo, ik mag kiezen tussen Crobat en Crobat. Maar Crobat is wel een goeie. Maar ik ben wel blij met Crobat op zich. Ja. Alleen die is waarschijnlijk kut te vangen. Niet dood. Ik kan Hugh doden. Intimidate. Heeft die andere nu ook? Want misschien is dat de haas wel een kut ability. Sander, ja, die heeft ook trades. Sander, weet je hoe ik Whiskash ga noemen? Misschien ken je de referentie, wacht. Vumbo. Ja. Yeah. Ja, yeah, dat is van die guys. Dan animals, jongen. Ja. Wacht, wat? Van SpongeBob is dat toch? Dat SpongeBob die belt om heeft. En dat ze dan zo die M omdraaien naar een W. En dan ben je zijn ze Wumbo. Ja. Dat weet ik nog. Ik vind het veel te leuk. En omdat hij B op zijn hoofd heeft. Oh, dit deed echt niks. Misschien doet Hubbub meer tegen Breloom. Zal ik Breloom wel killen? Nevermind, hun doen het al voor me. Nice. Ja, en ze zijn natuurlijk vliegende types. Ik wacht even op jou met doorgaan, want anders weet ik niet of ik Wumbo mag gebruiken. Ze hadden beide... Ja, ik denk dat ik best gewoon level 15 kan vangen nu, toch? Ja, dat zou ik wel doen. Ik zou in ieder geval gewoon een van die twee Crobats gewoon killen. Nee, ja, ik denk dat level 15. Ga je eerst Hugh helemaal killen? Ja, dan gaat hij sowieso niet een van mijn guys killen. Ja. Oeh, en die level 15 is nu geburnt. Wat op zich gevaarlijk is, alleen wordt het vangen wel makkelijker. Wat ga ik doen? Ga ik voor de risk en Crobat dan proberen? Level 15 Crobat, of? Ja, dat is lastig. Maar dan kan ik nu misschien beter eerst level 14 uitschakelen in de hoop dat Seal hem niet killt. Ik weet ook niet... Wacht. Oh ja, Lynx is burnt, denk ik. Ja, want die heeft een soort rare rode gloed. Dus dan moet ik rechts aanvallen. Je kan het ook aan de gender zien. Oh ja. Ice Shard. Oeh, hij heeft wel Ice Shard. Dat is wel... Oh, dit is kut. What the fuck? Het is maar een Seal, hè. Seal zijn zo fucking slecht. Ja, maar... Ja, oké. Okay. Ja, nee, gewoon ja. Niks ja, maar... Nee, gewoon ja. Nee, gewoon ja. Wat een heerlijke zin. Ik dacht dat we ook XP share hadden gekregen. Ja? Ik wel. Kan ik beter Metal Claw doen dan? Dat die in mijn box zit. Ik ga dat altijd in mijn box. Oh, Metal Claw is natuurlijk super effective, want dat is een poison guying. Ja. Ik moet even kijken waar mijn XP share is. Als ik hem ook gewoon zo laat, dan blijft hij ook goed zitten. Maar ik moet steeds dat ene dingetje doen. Ik kan niet zeggen wat, want dit is het enige wat ik nu nog heb. Wat jij niet weet. In je leven. Dat hit beide? Ik moet Seal killen. Dat hit beide. Die 15 ga ik sowieso niet kunnen... vangen. Ik denk dat ik het best op recht voor Seal kan gaan. Dan gaat Seal hem sowieso niet doden. Maar dan is de vraag, Hubbub of Metal Claw? Of Mudslap? Nee, Mudslap sowieso niet. Kijk, Metal Claw is step. Maar Hubbub... Zeg maar... Oh nee, ze zijn beide neutral, denk ik, of niet? Ik snap er niks meer van. Ik kan mijn XP share niet vinden. Ik ga Seal... Nee, hij mag eerst. Oh, wacht. Huh? Waarom doet... Oh, misschien was dit niet Ice Shard.
Misschien deed hij iets anders. Oké, okay, hij doet bite. Ik doe metal claw. Please kill. Het killt niet. Oh, en die guy is eerst. Ook nog. Ik... Oh, wacht. Nu toch één dood is. Ik snap het niet, Sandering. Gewoon een pokeballetje gooien. Please, please, Crobat, alsjeblieft. 1. 2. Anders ga je dood. Anders ga je dood. Luister, anders ga... Ja! Mijn dingetje werkt. Kabooming. Oh, ik ga deze altijd opbouwen vanaf nu, joh. Nee, nee. Ik kan er echt heel slecht tegen dat ik mijn XP share niet kan vinden. Anders ga je nog een keer naar binnen, bij waar je hem hoort ja, te krijgen. Ja, dat heb ik net gedaan. Zal ik hem Smiley noemen? Nee, nee, ik ga hem de original. Nou, de original was volgens mij een Pidgeotto, maar we noemen hem wel gewoon Flyhex. Dat is leuk. Is leuk. Flyhex, kabooming. Wel level 14. Hij had een leveltje hoger kunnen zijn. Maar, ik weet ook echt totaal niet waar we hier naartoe moeten, want dit heb ik dus nog nooit gespeeld. Nou, we moeten hier eigenlijk naar boven daar. Alleen, volgens mij kan je hier ergens, ja, waar ik nu loop, kunnen we zo meteen naar nog een encounter. Ja, naar links. Waar jij nu? Hallo? En nu naar beneden, de eerste volgende. Wacht, is dit niet een Pokeball? Nee, dat is gewoon een Drapple. Een Drapple. He do be dripping. En naar links, naar links. Oh, nee. Terug. Oh, bij die guy? Ja. Een Archon. Ook goed. Maar moet ik even met Flyhex wegwezen? Intimidate, oh. Ja, leuk. Daar kunnen we pas heen als we dat gebeuren van de team Plasma hebben gedaan. Als het goed is. Anger Point? Wat doet Anger Point? Dat is zo'n punt met boosheid. Weet ja, maar weet jij wat de ability doet? Of? Nee, dat weet ik niet. Please, zeg dat ik kan switchen. Anders dan moet ik runnen. Okay, voor de mensen die weten waar mijn ding gebleven is, laat het me weten. Heb je hem niet aan een Pokémon gegeven? Nee, want ik heb in de box gekeken, zeg maar, bij de dead box. En daar zag ik het ook niet staan. Ja. Dus we hebben het enige pas net... wat misschien zou kunnen zijn gebeurd, is dat ik die Swallowed heb gevangen. Dat ik die de XP share heb gegeven. En dat jij toen jouw encounter niet ving. En toen ik toen Swallowed gereleased heb. En dat die nog de XP share vast had. Dat zou even kunnen. Je. Dat zou wel zonde zijn. Ik ga trouwens wel runnen. Waarom zou ik dit hele gevecht doen? Omdat ik niet weg kan rennen. Oh, dat is best wel een goede reden. Oké. Okay. Hoezo kan Gligar Helping Hand? What the fuck? Oh, nee. Hij deed zo net Icy Wind. En dat is wat beide haalt. En Ice Shard, dat doet één iemand. Aha. Ice Snapping? De Pokémon Werelding. Ik ben trotting. Ik ben echt heel benieuwd. Vind je dit super irritant wat ik doe? Vind je het grappig? Ik weet het niet. Heb je het tegen mij? Want ik vind het wel grappig. Ja. Nee, ja. Dat weet je nog niet. Je weet het niet. Dat je ziet mijn facecam niet. Dan vind ik het irritant. Ik vind het nu al mooi. Ik doe ook steeds. Nu is het gewoon. Dat laatste deel is ook gewoon een act. Omdat het moet, anders blijft het niet zitten. En Mian weet het al niet waar ik het over heb. Nee. Dat is nog mooier. Dat is een vermoeiend ding. Ja, een prachtig ding. Zou ik haast durven zeggen. Hey, Jim Liederberg. Ja, nee, dat is wel zo'n Jim Liederberging. Hey, ik krijg welke kant moesten we op? Links? En dan naar boven? Naar boven. Ja. Oeh, eerst de pokeball. Yellow Flooding. Fruit. Yo, niet nog een battling. Burke zei, Chishu Bingo. I can't breathe for the first time. Colress is een bitch tits. Dat is ik warring. Oh, doe ik weer. Ik heb mijn flyers ook gewoon nog voorop staan. Ik durf niet te runnen, want hun zijn rock zeker, of niet? Ja, het is fossil, sowieso rock. Maar ik weet sowieso dat ik bij hun kan runnen, want hij heeft de traceability. Wow, ik had gewoon een Mienshao kunnen hebben. Ik ben blij dat je dat niet hebt. Want? F-
pak Mienshou. Niemand houdt van Mienshou. Doe even normaal tegen Mienshou. Hou je van Mienshou? Ik heb niks tegen Mienshou. Is dat zo'n waifu? Wat? Wacht, is dat je waifu? Relic Passage. Sander, dit is, hier, kan je, hier heb je nog een encounter. Yo, ik ga meteen door met de wereld. Met oh, wacht, jij mag game. Jij mag eerst, hè? Dan moet ik op jou wachten. Dan moet je echt heel lang op me wachten. Kut, ja, sorry. Ik ken het niet anders. Dan komt dat ik die ene wilde battle moest doen. Die wilde battle? Ik vond hem ook wel wild, die battle. Ah, ik heb nog steeds en niet de experience share aan mijn Crobat gegeven. En iets anders. Oh ja, en hem achterop gezet. Oeh, sniper. Ik ben bang voor deze V-Bass, hoor. Jij hebt tenminste een NekP share. Ja, ik release hem niet met mijn Pokémon mee, ja. Ik wist trouwens niet eens dat je items kon releasen. Ja, dus als je ooit een masterbal krijgt, geef hem aan een Pokéball en dan releasen. Is wel funny. Maar is niet zo... ja, is niet zo handig. Het is beter dan gebruiken om een Piggy. Nou, nu klonk het nog erger. Ik dacht van, oh kut, nu moet ik het wel goed zeggen. Spoiler, ik zei het niet goed. Leech Life weg, denk ik. Ja, dat is ook geen stem trouwens. Als jij het wil. Sowieso. Yo, duurt lang. Inderdaad. Waarom denk je steeds dat metal trouwens, of dat steel niet super effective is tegen water? Dat is helemaal niet zo. Nee. Nooit geweest. Nee. Daarom. Bij Dark op metal kun je nog ik denken... Zag zo'n speed button in, Sandrine? Nee. Nu mag het wel, hoor. Waar nee, zegt hij since you've been gone? Hij zegt het zo meteen volgens mij. Yo, strength? Sterkte krijg je. Ik heb sterkte nodig. He's been gone! He can't breathe for the first time. I'm so holding on. Yeah. Act uit. Oh, kut. Nee. Moeten we nu doorgaan zonder? Nee. Dit kunnen we niet doen. Wat we wel kunnen doen is een encountering. Ja, een encountering. Wacht even. Ik ga het doen, baby. Oh, ja, hoe ga je die ooit vangen? Een Zapdos, oeh. Oh, een Sentret, daar heb ik zin in. Oh, ja, die moet je, nu moeten we hem wel vangen. Als jij een Sentret hebt, ik wacht even met vangen totdat jij die Zapdos eventueel hebt, of niet? Ja, kan. Ja, willen we dit proberen? Is het niet zonde van ons geld en of Pokeballs? Dat ligt eraan. Als je hem hebt, dan is het heel ziek. Ik ga sowieso naar Mr. Iron. Ga jij maar eens naar Mr. Iron. Oh, ik word altijd zo moe van als jij een beetje hebt te lachen. Hè? Ja, dat snap ik. Volgens mij resist dit. Ja, volgens mij is steel... Resisten tegen electric. Ja, precies. Oké, nou dat durf ik nog wel een keer te... Niet detecten, gast. What the freaking. Daar krijg ik ineens een rokerstem van. Holy damn. Een paddy stem? Een paddy stem. Ja. Nou, ik denk niet dat het goed is voor mijn stem trouwens. Dus... Roken, nee, dat klopt. Nou, roken ook niet. Maar ik bedoelde eigenlijk meer dat stemmetje opzetten. Doe jij begin met een bal gooien? Ja. Nou, misschien was dat niet slim. Misschien had ik hem meer moeten verzwakken, maar ik durf niet. Nevermind, ik durf wel. Of meer verzwakken. Of in ieder geval een great ball gooien. Nee. Dit is de tactiek. Je moet eerst die pokerballetjes. Dan denken ze, ah, dit is kut. En dan gooi je zo'n great ball. En dan denken ze, die is great. I like great balls. Zie? Het werkt niet zelfs in de Pokémon. Oh, hij heeft hem! Oh, run. Ik zei het toch. Nee. Oh, dan was ik echt boos geweest. Dan was ik heel boos geweest.
Het komt door die trick die ik deed, hè? Toen ik vlak voordat ik Zeppe die doos kreeg. We hebben hem als spare, Sander. Je kan hem gebruiken. Ja, dat is heel ziek. Hij is wel gekoppeld aan een centred, maar... Hé, hey, dat maakt mij niet uit. Nee. Wat vind je van Zep 22? Nee, Zep 2 is wel leuk. Zap 2. Waar was Whiskash nou mee gepakt? Oh ja, Crobat. Zo, ik heb even mijn lijstje bijgehouden. Wacht. Ik heb een beter plan. Ho. Ik weet niet of dat nog steeds een ding is, maar anders dan heet het nu zo. Die vind ik wel leuk. Wacht, volgens mij is het zo, toch? Want het is van met Zeppelin. Een A. Met de A? Nee, wel met een A volgens mij, hoor, ja. Ja, vroeger was dat van Zeppelin. Ja, dat weet ik. NPO, maar... Zepp. Nee, dan doe ik gewoon NPO, Zepp. Maar dan wel dubbel P, toch? Ja, klopt. Ja, dit is hem. NPO, Zepp. Noem ik hem. Hoe zal ik Sandrating noemen? Die linkse indoctrinatie. Nee. Is mijn favoriete indoctrinatie, baby. Het is gewoon een fucking Zep-doos, dus ik ben blij met de indoctrinatie. Oh nee, we hadden ook een needle in kunnen krijgen, boehoe. Met Swift Swim. Zal ik kijken hoe ik mijn Sandred noem? Theo, wat een raar. Hij haalt de letters zo door elkaar. Omdat het is toch teammates zijn favoriete Pokémon. Ja, klopt. Je deed het ook en toen dacht ik, oh ja. Dat klopt, ding. We hebben gewoon 3 Pokémon's in ons team, Sander. Hoe kan dit gebeuren? Ja, omdat we... Maar dan hadden we dit veel beter... De vorige keer dat wij die cage lock deden, hè? Als wij gewoon... Ja, dat klopt. Hier naar de docks gegaan waren... Maar hier kunnen we nog een Pokémon vangen, hè? Nog één? Yep. Yo, het houdt niet op. Niet vanzelf. Ik ben blij. Als je in het donkere gras, dan heb je kans op een dubbel battle. Heb je 2 keuzes. Oh, bij mij is het een Tympel. Oh, daar ben ik zeer blij mee. Wacht, welke kan ik? Top. Of mag ik niet nog een water Pokémon? Of... Ja, hoe doen we dat? Nu we nog een water Pokémon hebben, moeten we nu beslissen. Voor het Echi. Doen we de original Solo Link regels of ja, doen we... Of we doen jij en ik mogen allebei wel een water Pokémon hebben, maar ik mag niet 2 water Pokémon hebben. Ja, dan doen we dat. Dat is... Maar ja, weet je, het probleem is, dan moeten we hem alsnog vangen, want dan is het een pair voor in de box. Ja. Oké, dan spreken we dat af. Maar ik heb geen idee welke kant we op moeten. Je moest gewoon meteen weer terug. Dat was alleen voor een encounter waar je naartoe bent gegaan. Je moest nu die trap op, waar ik net zei van je moet de trap op. Ah, Zep Striker. Ah, wat jammer. Deze electric type is zoveel beter, maar niet heus. Sorry, ik ben echt heel blij. Ja. Ik vind het altijd zo irritant als jij lacht en ik weet niet waarom. Ja, snap ik. Booming. Oh, nu heb ik natuurlijk ook geen heal meer. Heal Iolisk? Nee, ik bedoel die guy die healt je, ja. En heal Iolisk zit niet in deze game. Net als Seeking in Omega Legends Arceus. Oh, nieuwe game. Ik werd gekrit. Ik leef nog. My landing. Breathtaking. Please. I do not want to lose my wish cashing. Dat is mijn Crobat zeker. Ja. Die Sandred, hè, wat je ook doet, gebruik hem niet alsjeblieft. Als ik nou een XP share had. Ja. Oh, wacht. Hè, rechterkant is de dubbel battle dan, denk ik. Ja, ja kan hè, dus mogelijke dubbel battle. Oh, oké. Oké, ik kan net zo goed gewoon lopen, dan kan ik ook... In een regular Pokémon Black and White 2, dus in de normale game zeg maar, kan je hier een Eevee vangen. Dat is wel ziek. Dat is zelfs heel ziek. Yo, mag ik ook even zo'n Pokémon tegenkomen, alsjeblieft?
Hij wil echt niet bij jou, hè? Heb je een repel gebruikt of zo? Nee, ik heb wel een repel gevonden trouwens. Ja, hè? Yeah. 2 uur later. Oeh, I believe I can fly. I believe I can fly. Dat is wel ziek. Kijk, ik denk niet dat we hem gaan vangen kunnen. Maar ik ben wel down om deze te gebruiken. Nou, ik vind de kans dat je een baby vangt toch een stukje groter dan een zapdos. Ja, maar bij de zapdos dacht ik eigenlijk stiekem ook. Ja. Ah, die ga ik nooit kunnen vangen. Nou, ik ook. Daarom wacht ik met pokeball smijten op die centred. Oh, deze guy heeft wel synthesis. Ing. Ik ga gewoon voor de great ball. Deze guy moet je niet eerst teasen met een pokeball. Ultimate fout van beginnersfout van mensen die Baileys willen vangen. Oh. Oké, okay, misschien is mijn strat helemaal niet zo goed. We moeten het gewoon weer. Ultimate strat, we gaan het toch weer doen. Gewoon zo'n pokeballetje, dan zegt hij. Nee, daar wil ik helemaal niet in. Ik dacht eventjes zo, oh, of toch wel. Met één shake, maar. He do be shaking. Is hij melk? Want hij is shaking. Mm-hmm. Oh, wat een kutschat. 1. Je mag wel vaker dan 1 keer hoor, ben je lief? Ik hou van je en zo. Ik wou dat je shiny had. In hard gold. Oh, dat vindt hij niet leuk als ik dat zeg. Ben je lief? Het maakt niet uit welke kleur je bent voor mij. Je hebt altijd een plekje in mijn hart. Dit vindt hij leuk. Dit hoort hij graag. Zie? Never mind. Dat is niet super effective. Never mind. Je kan het dan, Rain. Ik heb ook nog maar 2 pokeballs. Poketubal. Ja. Godsamme. Synthesis. Ik ga hem nu niet kunnen hitten, hè. Want anders is hij dus dood. Alhoewel, het was een crit. Critting. Maar ik weet niet, in deze game. Doet dat nog keer 2 of doet het keer 1,5? Nou, ik vond net wel dat het veel deed. Ik weet niet wat dat zegt, maar... Nou, maar habit is ook niet de minste move, hè? Doe maar wat, je. Oh, ja, oh, synthesis. Dan overleeft hij het sowieso. Ja, oh, dat was... Holy damn. Dat is een bulky. Dat was dan echt een... dat moet dan wel dubbel in deze game nog zijn. Dat is wel goed om te weten. Dat als ze ooit een keer zitten met damage calc. Of ja. Dan weten we in ieder geval. Het is keer 2. Hij probeert jou te poisonen. Jij bent de steel type. Hij is zo'n crazy guy. Ja. Ik kan hem nog een keer. Maar ja, als hij synthesis crit, doet. Ja, of als je crit doet. Oh ja, daar had ik niet aan gedacht. Maar het was een goede keuze. Dit is laatste pokeball. Oh, in de red. Come on, Bailey. Ik hou van je. Hoor me alsjeblieft. Ik hou van je. Ik wil je in mijn teampie. Jammer. Oh ja, je gaat sowieso niet in mijn teampie. Maak hem af. Ja, dan krijg je tenminste nog experience. Headbutting. Oh, hij deed natuurlijk growl, waardoor mijn attack gelowerd werd. Ah, ja. Dus eerst deed het waarschijnlijk veel meer. Ja. Zullen we stoppen met deze aflevering? Ja, doe maar. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dat je heel erg bij de volgende aflevering. Mis je dit voorwerp nou echt? Wat ik best wel kan begrijpen. Ja, dan moet je deze aflevering opnieuw kijken. Want volgende keer is hij hier niet meer. Losers. Kaboom. Doei.